And yeah, it's very sad to play in front of Steel Stadium without supporters. It's very sad. Goedemiddag allemaal. Goed jullie in ieder geval te zien. Ik denk dat jullie ook wat kilometers afgelegd hebben de afgelopen dagen. Nee, even terugkomen op dit duel. We hebben gedaan wat we moesten doen, dat is winnen. Ik denk dat de opening heel goed was. Ik denk dat je na een seconde of acht al het 1-0 voor had moeten staan. Daarna maak je tegen een compacte organisatie maak je de 1-0. En daarna moet je verder weglopen. En dan tank je ook vertrouwen. En dan moet je ook, als iemand er beter voor staat, dan denk ik dat we het allemaal wel geleerd hebben, dan moet je kijken wat de beste optie is. Moet je die 2-0 of die 0-2 maken, dat gebeurt niet. Je komt een aantal keer goed aan die linkerkant, kom je door. Dat is een bezetting in de 16 meter. En dan incasseer je die 1-1. Waarin, voor mijn gevoel, Mohamed Kudus die bal moet geven aan Stevie Bergwijn. Waarin we de restorganisatie beter moeten aansluiten. Waarin we sneller een aanval moeten doen op degene die uiteindelijk de goal maakt. Ja, dan moet je opnieuw beginnen. In de tweede helft krijgen ze een dot van de kans. En daarna krijg je een aantal grote kansen, maar je scoort niet. Gelukkig een bal die Edson vooruit speelt, individuele kwaliteiten van Mohamed Kudus en Brian die de bal binnenschiet. Daarna maak je die 1-3 en dan zie je eigenlijk wat een beetje ook bij de 1-1, bij de 2-3 zie je ook een moment waarin je voor mijn gevoel dat al sneller in de tijd kan oplossen door sneller door vanuit de as te stappen. Maar goed, blijf natuurlijk altijd kritisch. Het belangrijkste is wel waarvoor we zijn gekomen is en dat zijn die 3 punten. It's not nice. Normally it's more funny when supporters is there, you know. And even if they do something and they scream something, you know, we play football for supporters. And yeah, it's very sad to play in front of Steel Stadium without supporters. It's very sad. Ja, zelf vond ik het verschrikkelijk om in een leeg stadion te spelen. Ik heb toen die Champions League gespeeld, Atletico Madrid, de Champions League tegen PSV. Ja, dat blijft onwennig. Moet ik wel zeggen dat de meeste jongens natuurlijk helaas door COVID toen in lege stadions hebben gespeeld. Dus de meeste waren dit wel gewend. Groningen was het natuurlijk al gewend. Dat ze niet lang geleden tegen NEC ook in een leeg stadion moesten spelen. Maar als speler, maar ook als trainer. Kijk, voetballen, dat moet je voor fans. Een stadion moet gevuld zijn. Het moet entertainend zijn. Dat moet plezier zijn. Dat moet een dagje uit zijn. De afgelopen zondag heb je dat ook gezien. Je ziet huilende kinderen op de tribune. Je ziet mensen die veel geld betalen voor een seizoenkaart. Uit supporters die deze kant op komen. Dat is eigenlijk heel erg triest dat op dit moment te vaak helaas gebeurt. En dat vind ik wel een hele kwalijke zaak. Yeah, I think it was very difficult, mentally very hard, again, coming here, it was just about 3 points, and also in the game you can see a lot of up and downs, and you can see so many times if you don't make second goal, that is a little bit problem, and that we get then frustration, and then we concede goal from one counter. It's was difficult. Most important is that we take 3 points.